Fijn om hier te kunnen spreken over een belangrijk thema, natuur en geest. Ik werd enigszins overvallen met dit verzoek, maar het is gelukkig een thematiek waar ik goed in thuis ben. En ik heb het boek bekeken, maar ik zal inderdaad een eigen inleiding verzorgen die tegelijkertijd ook op de actualiteit ingaat. Over wetenschap heden ten dagen. Laat ik beginnen met de opmerking natuur en geest. Ik begin modern. En ik ben modern. En wat betekent dat? Dat ik begin altijd met de geest. Ja, dat is waar de moderniteit eigenlijk zijn aanvang neemt. Het vragen naar de natuur kan pas in de moderne wereld gebeuren wanneer we over ons eigen kenvermogen hebben nagedacht. Ja. Dat is eigenlijk de stap die René Descartes zet in zijn Discours de la méthode, de nieuwe methode in de moderniteit. En dat is beslissend, ja, in de zin dat Descartes eigenlijk de grond legt, zou je kunnen zeggen, voor onze hele moderne wetenschap, die ook op allerlei andere domeinen zal doorwerken. Niet alleen in het natuurwetenschappelijk onderzoek. En wat is het beslissende? Dat Descartes een scheiding aanbrengt, ja, tussen het ego cogito, ja, of de res cogitans, het denkende ik, het voorstellende ik, versus de res extensa, de uitgebreide substantie. En hoe komt die tot deze tweedeling? De uitgebreidheid is eigenlijk, zou ik zomaar kunnen zeggen, de hele buitenwereld, ja. Buitenwereld, buiten het bewustzijn, het denkende bewustzijn. Ja, en hoe komt hij tot die bepaling van een res extensa? Eigenlijk door een hele reeks ervaringen, ja, of het nou begint met onze zintuigen, het zien, het waarnemen, het horen, eigenlijk te betwijfelen. Dat is de methodische twijfel. Ja. Daarmee worden die waarnemingen niet het uitgangspunt van een objectieve kennis van wat de dingen werkelijk zijn. Dat is de bijzondere overgang. Ja, dus hij legt eigenlijk, een deel van die ervaringen terug in dat subject zelf. Ze worden kortom subjectief. Ja? Ze behoren tot het bewustzijn. En wat is het enige objectieve dat overblijft? Dat is de gedachte van een substantie die uitgebreid is, ja, extensief, en die zelf mechanisch wiskundig beschreven kan worden. Bij Descartes in de zin van partikeltjes of deeltjes die met elkaar in interactie komen. Nou, dus even heel kort. Dus de ervaring, ja, wordt uitgekleed bij Descartes. En het begrip van de ervaring wordt uitgekleed. Waar het gaat om objectiviteit. Ja, de objectiviteit wordt die van de wiskunde. Ja? Dat is wat we bij Newton eigenlijk direct ook terug zullen gaan zien. Ja? Een philosophia naturalis, principia mathematica. Dus een filosofie van de natuur volgens het principe, het uitgangspunt van de mathematiek, de wiskunde. Ja. Daarmee is natuur al op een hele specifieke manier opgevat. Die natuur is het resultaat van die reductie die al bij Descartes ook zichtbaar wordt. Ja. De reductie waar het gaat om de soorten ervaringen die toegestaan worden. Ja. En dat is het moderne uitgangspunt. Dus hier zien we een natuurwetenschap die eigenlijk een natuuropvatting heeft, die het resultaat is van een bepaalde reductie van onze ervaringen. Ja. Belangrijk. Nou, Kant, die andere moderne denker, die zal eigenlijk proberen aan te tonen in zijn beroemde Kritiek der reinen Vernunft, waarom de uitgangspunten van de moderne natuurwetenschap, de beginselen of de principes van de moderne natuurwetenschap, ja, waarom die algemeen en noodzakelijk gelden.
Ja. En wat is Kant's belangrijke toevoeging? En dan zie je ook de afwijking van Descartes. Dat die mathematische natuurbeschrijving, ja, in feite zijn grond vindt in ons kenvermogen zelf. Ja, weer anders dan bij Descartes. Ja, wij hebben een verbeeldingsvermogen, ja, waardoor de zintuigelijke indrukken samen met het verstand, door dat verbeeldingsvermogen, je zou kunnen zeggen, op een gestructureerde, vaste gestructureerde manier tevoorschijn komt. Ja, dat is de zogenoemde fenomenale werkelijkheid. De werkelijkheid die tot verschijning komt. Ja. En die werkelijkheid is slechts een werkelijkheid voor ons. Ja. Daarmee is ze niet louter subjectief, want algemeen en noodzakelijk, zodra een mens ervaart, in Kantiaanse zin, ja, dan zal de werkelijkheid al dus op die manier verschijnen. Ja. Nou, dat is een type van denken, hè, waar tegen Goethe en waar tegen het Duits idealisme zich voor een deel zullen afzetten. Tegelijkertijd zijn ze erdoor geïnspireerd. Ja. Dus het is een gesprek met die moderne natuurwetenschap zoals die opkomt, mede onder invloed van Descartes en bij Newton echt een grote doorbraak beleeft. Ja. En dat is een natuurwetenschap die mechanisch is en die mathematisch is. Ja. Die ook, zo heb ik beschreven, eigenlijk het resultaat is van het reduceren van het type ervaringen wat mee mag tellen, wat mee mag doen binnen de natuurwetenschap. Binnen onze wetenschappelijke beschrijving van de werkelijkheid. Ja. Goed. Nu kun je dus zeggen dat in de 20e eeuw voor een deel die benadering is overgenomen, enerzijds door wat we noemen de nieuwe Kantianen, de neo-Kantianen. En in de fenomenologie van Husserl en Heidegger zul je eigenlijk zien hoe, ik zou kunnen zeggen, deze inzet op een bepaalde manier terugkeert en voor een deel ook, je zou kunnen zeggen, wordt overwonnen. Althans, men doet pogingen daartoe. Ja. We kunnen daar dadelijk nog iets uitvoeriger op ingaan. En de manier waarop Heidegger dat zal doen, is eigenlijk om aan te geven dat die natuurwetenschappelijke beschrijving eigenlijk altijd al een secundaire is. Wat bedoel ik daarmee? Dat die rust in een voorwetenschappelijke omgang met de wereld. Ja? Terwijl de natuurwetenschapper bezig is, ja, gebruikt hij al een pen, zit hij al op een stoel. En een stoel en een pen zijn geen natuurwetenschappelijke objecten. Hun betekenis is van een andere aard. Ja? Het is geen object voorhanden, maar het is wat hij noemt terhanden. Dus een betekenis die eigenlijk in de omgang wordt ontdekt. Dat is een belangrijke gedachte, omdat voor Heidegger de wijze waarop ook in de natuurwetenschap de wereld wordt beschreven niet de enige wijze is, ja, maar een modus, ja, een manier van beschrijven. Nou, dat wordt een belangrijk 20e eeuwse thema. We kunnen daar dadelijk ook nog op teruggaan. Maar ik ga eerst naar de Duitse idealisten terug. Ja. Die voor een deel, denk ik, verder zijn gekomen dan Heidegger, voor een ander deel misschien niet. Ja. En ik kan eigenlijk fundamentele Hegeliaanse gedachten inbrengen die je ook bij de fenomenologie, zoals ik hem net schetste, terug ziet komen. Ja. En die luidt als volgt. Als ik een voorwerp wil beschrijven, ja,
Dan zal, laat ik nog verder gaan, als ik, niet een voorwerp wil beschrijven, als ik de werkelijkheid wil beschrijven, ja, dan zal ik uiteindelijk zo'n beschrijving moeten geven, ja, wanneer ik de volle aard van de werkelijkheid wil beschrijven, dat daarin altijd ook in die beschrijving de mogelijkheid van mijn eigen denken is meegegeven. Ja. Fundamentele gedachte. Die Hegel eigenlijk aan het einde van de fenomenologie heel kort kernachtig verwoord. En wanneer hij zegt het cogito ergo sum van Descartes, het ik denk dus ik ben, geeft ook aan dat in dat zijn, ik ben, wij altijd ook het denken meegenomen moeten hebben. Ja? Want zie, en dat kun je voorstellen wanneer ik zo even zei, beschrijving van Kant trekt in feite de hele natuur in het subject, ja? In het kernvermogen. Ja? Dat is wat Kant doet. Ja? Maar we kunnen andersom dus ook redeneren. Als ik de natuur ga beschrijven, en als ik de planten ga beschrijven, als ik de dieren ga beschrijven, in die beschrijving uiteindelijk van die hele werkelijkheid moet ik in staat zijn om terug te keren naar het gegeven dat ik een bewustzijn heb. Ja? Ik zou een beroemd essay van in de jaren 70-80, Thomas Nagel, What is it like to be a bat? En die komt eigenlijk vanuit de hoek van de fenomenologie. En als ik een vleermuis volledig zou kunnen beschrijven, ja, alle fysiologische processen die optreden, ja, zou kunnen uittekenen, ja, en neurologische processen, ja, alles wat daar plaatsvindt. Terwijl die vleermuis daar rondvliegt, ja, dan is één ding zeker. In die beschrijving weet ik nog niet wat het is om een vleermuis te zijn. Ja. Dat is het zogenaamde eerste persoonsperspectief van de fenomenologie. Ja. Dus ik heb hem nu geobjectiveerd, je zou kunnen zeggen, in die mathematische methode. Ja. Maar ik zie in die beschrijving nog niet wat het is om een vleermuis te zijn. Zo zou ik ook een eenvoudige waarneming van mij, bijvoorbeeld, ik zie daar een groene struik, helemaal natuurwetenschappelijk kunnen beschrijven. Gesteld dat ik dat zou kunnen. Ja. Dus ik zie fotonen en die beschrijf ik. En die komen op mijn netvlies. Ja, en ik beschrijf de stroompjes die gaan lopen. Ja. En ik zou dat helemaal beschrijven. Ja. In die beschrijving zie ik niet dat een mens een groene struik ziet. Kortom, er gebeurt daar iets onder en in die beschrijving. Ja. Dat zelf niet wordt uitgedrukt dat iemand groen ziet. Ja? Dus er ontbreekt iets in die beschrijving. Dat is de fundamentele gedachte. Dit is nog maar een heel simpel voorbeeld. En maar het heeft te maken met wat ik zei. Er gebeurt iets door die reductie bij Descartes. Nou, wat ik nu zeg over dat denken, betreft dus niet dat denken alleen, betreft ook mijn waarnemen, maar betreft eigenlijk ook het dier. Ja? Ik kan in die beschrijving niet de vleermuis zien. Ja? Waarom niet? Omdat ik in die beschrijving een taal hanteer die niet onwaar is. Tuurlijk is die waar. Alleen het is de uitkomst van een reductie. En door die reductie zie ik niet de zijnsaard van dat waar het om gaat. Ja? Van dier, ook een plant niet. Waar ik op uitkom is inderdaad, ik zie alleen mechanische processen.
Omdat dat de aard is van de beschrijving die ik geef. Ja. Ja, je kan iets van deze gedachten, en ik zou daar zelf ook academia op willen attenderen, keert natuurlijk ook terug in de hele reformatorische wijsbegeerte. En de wijsbegeerte van de wetsideeën over de modi. Ja, zoals de vroegere universiteit op de VU ook ingericht. Hè, volgens de verschillende lagen in de beschrijving en daarmee werkelijkheidsaspecten, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar goed, God even, dat is de wijsbegeerte van de wetsidee. Dus je kunt niet in de taal van het onderliggende, het bovenliggende begrijpen. Dat is de fundamentele gedachte. Ja? Ik leg hem nou heel simpel uit, maar dat is wel belangrijk. Dat voorbeeld wat ik geef van een fysiologische beschrijving. Is natuurlijk een wanneer we nog verder gaan, naar bijvoorbeeld menselijke realiteiten, de wereld van het recht, of de wereld van de economie, of de wereld van de kunst, of de wereld van religie, laat zich niet vanuit dat lagere niveau duiden. Ja. En het gaat erom dat we dus een taal moeten vinden waarin we die schakeringen zelf, als het ware, moeten volgen. Nou, dat is in zekere zin eigenlijk al een thema dat door Aristoteles wordt aangekaart. Aan het begin van zijn metafysica. Wanneer hij zegt, ja, er zijn in de Griekse wereld zijn er denkers, ja, die iedere keer de neiging hebben om terug te keren naar wat hij noemt hulair, naar stof. En naar stoffelijke processen. Kortom, waar wij mee te maken hebben nu, dat bestond vroeger ook al. En wanneer je zou zeggen, wat is een huis? En iemand zegt, een huis dat is hout, bakstenen, cement, ja, dakpannen. Dat is allemaal waar. Ja, dat noem ik de stof. Maar wat ik niet noem, is dat een huis een schuilplaats is tegen de teisterende regen, wind en koude. Kortom, ik benoem niet... waarom het huis op deze manier is samengesteld en de vorm die je daarbij en het werk dat het daarbij verricht. Ja. En op dezelfde manier kan eigenlijk het in werking zijn van het oog. Wanneer ik alle materiële processen beschrijf, is het hetzelfde als wat ik van het huis beschrijf, hout, ja, steen, cement. Maar waar het om gaat is dat het de volgende stap is dat ik moet zien dat het een geheel vormt. Dat een bepaalde vorm heeft, op een manier is samengesteld waarin er kleuren worden gezien. Ja. Nou, dat is eigenlijk een gedachte waarbij je zegt, de werkelijkheid moet dus in zijn vorm werkelijkheid ook worden gevat. Ja. Nou, dat is een idee wat in de Duits idealisme op allerlei manieren zal terugkomen. En waarin, en daar kunnen we dadelijk misschien ook nog iets over zeggen, maar waarin de verbeeldingskracht, en dat wordt ook in dit boek genoemd, eigenlijk een centrale rol gaat vervullen. Ja. En ik zou ook iedere onderwijsinstelling zeggen, de opgave is het verrijken van de verbeeldingskracht op allerlei niveaus. Dat is op een bepaalde manier ook, en misschien zelfs een aansluiting bij de fenomenologie ook. Maar die verbeeldingskracht is bij Kant al een heel belangrijk derde principe, zoals ik zo even aangaf. We hebben enerzijds begrippen, wetten, ja, anderzijds zintuigelijkheid, ja. Maar we brengen die in de verbeeldingskracht bij elkaar. Ja, dat gebeurt eigenlijk vanzelf. Ja, en wanneer ik hier zou staan en ik vraag aan u, hoe breed is nou deze schouw? Ja. Wat zou het antwoord dan zijn? Ja, de kachel. Ja, maar de schouw is eigenlijk nog dit. Ja. Hoe heet dat bij jullie? Van die ene kant. Van de ene kant naar de andere kant? 2 meter. Ja. 3? Nee. 1,75. Ja, 1,75. Ja. Maar het interessante is, hoe kom je tot die 2? Ja,
Ja, wat je gaat doen is je gaat tellen in het zien. Ja, dus je gaat tellen in het zien. Dus je ziet de ruimte verschijnen onder het aspect van het getal. Ja, zo objectiveer je die. En dit is de verbeeldingskracht. Je brengt wiskunde samen, ja, met gewaarwording. Ja? En zo verschijnt iets in een kwantiteit. Je ziet het ook, die twee. We kunnen er een meetlat bij gaan houden of we kunnen de stenen gaan tellen. Ja? En dit is eigenlijk de productieve rol van die verbeeldingskracht. Ja? Nou, zo kan ik bij Kant op allerlei manieren dat zichtbaar maken. Alleen, dat is een, wat ik zo even al zei, dat is een ander soort kachel dan de kachel waar je bij zit als het koud is en wanneer je op wil warmen. Want dan ben je niet gericht op die 2 meter. En dat is de verbeeldingskracht. Dus de wijze waarop de kachel, ja, hier verbeeld wordt. En in die natuurwetenschappelijke verbeelding verdwijnt eigenlijk de kachel. En wordt die een object, een lichaam. Dat die lekker is, dat die mooi is, dat die goed staat, laat zich niet op die manier beschrijven. Ja? Of als mijn katheder scheef zou staan, is een onzinnige opmerking in natuurwetenschappelijke zin. Ja? Dat vereist een andere, je zou kunnen zeggen, kader waarbinnen die verschijnt. Ja? Daar ging ook Heidegger's onderscheid terhandigheid, voorhandigheid over. Nou, die verbeeldingskracht, er wordt een centrale, je zou kunnen zeggen, notie, ook in dat Duitse idealisme. Schiller zal dat al doen en er een hele praktische verbinding aan gaan geven. Ja? In zijn esthetische Erziehung des Menschen gaat het er eigenlijk om dat de kunst ook, zoals hij noemt, stoftriep, stof en vormtriep bij elkaar moet gaan brengen. En dat noemt hij spieltriep. Ja, en dat is eigenlijk ook bedoeld om ons gemoed te vormen. Ja, zorg dat we sensitiever worden, onze ervaringen juist verrijkt worden, zodat we ook morele ervaringen eigenlijk om ons heen kunnen gaan zien. Ja. Ik wil bijvoegen dat Humboldt is een diepe gesprek met Schiller, ja, en met Goethe, wanneer hij in Jena is. En Goethe is weer in gesprek met Schiller en Schiller in gesprek met Goethe. He, dus dat is die wereld. En Goethe zal eigenlijk zijn dichterlijke verbeeldingsvermogen gaan inbrengen om tegen Kant en tegen Tweelei en tegen Newton en tegen Descartes eigenlijk op een nieuwe manier de plantenwereld en de dierenwereld te gaan beschrijven vanuit dat idee van oervorm. Misschien hebben jullie het al gelezen, maar daar komt eigenlijk verbeelding en natuurwetenschap komen bij elkaar, maar dat is een ander soort natuur. Ja? Dat is hij probeert een rijker natuurbegrip te maken. Kant kan eigenlijk met de biologie niet zoveel kant op. Hij moet dat in de kritiek der oertaalskracht, moet hij gaan zeggen, we moeten doen alsof de natuur gemaakt is door een intelligentie, dat ze doelmatig is. Alsof. Omdat die natuur eigenlijk, ja, die zou je moeten beschrijven volgens die natuurwetenschappelijke mechanica. Maar hij ziet dat het eigenlijk niet de manier is waarop wij nu biologie bedrijven. Dus hij zegt, het is een alsof. Het is een heuristische principe. Ja? Het gaat ons helpen, maar als we doorvragen kunnen, kan het eigenlijk alleen maar in mechanische termen. Dat is waar de hedendaagse natuurwetenschap eigenlijk ook mee worstelt. Ja? Gaan ze het cel onderzoeken, zal ze toch weer een vorm van mechanica gaan implementeren. Omdat dat de aard is eigenlijk van de manier waarop onze wetenschap heden ten dagen functioneert. En het gaat zelfs al over naar de psychologie, zoals we inmiddels ook weten met heel de cognitiewetenschap. Nou, ik ga nog wat zeggen over Schelling en Hegel en dan ga ik afronden. Ja? Wat nou in dat Duits idealisme gebeurt, is dat ze eigenlijk die verbeeldingskracht als de oorspronkelijke eenheid zien. Dus ze nemen het niet als een synthese tussen verstandsbegrippen en zintuigelijkheid, maar ze nemen eigenlijk die derde als meer de oorspronkelijke eenheid. Ja? En Hegel, maar ook Schelling, zal dat pad gaan bewandelen. En we kunnen daar dadelijk iets uitvoeriger op ingaan, maar dat is, laat ik
één korte, hele beroemde frase van Schelling geven, waarin hij naar de natuur kijkt, ja, niet vanuit die mechanica, maar vanuit die beweging die ik schetste, eigenlijk naar die, ook naar die mens toe en ook naar die menselijke vrijheid toe. Ja? Dus niet een natuurbeschrijving die begint met reductie en dan nooit meer verder komt, maar probeert een taal te geven, ja, waarin je de natuur zo kan duiden, waarbij die, natuurlijk Newton geldt ook, maar toch een taal kan vinden waarin je de gang eigenlijk in van de natuur in de richting van ook de mens kunt begrijpen. Ja. Een heel beroemde zin is, in de mens slaat de natuur haar oog op en aanschouwt zichzelf. Ja. Dat is eigenlijk de Schellingiaanse. Dus dat de mens wordt niet buiten de natuur geplaatst die ze mathematisch gaat beschrijven, zoals bij Descartes. Of waarbij je zegt, ja, we weten eigenlijk niet meer wat het is, bij Kant. Nee, we gaan een taal beschrijven, of een taal proberen te ontwikkelen, waarin we die natuur zich zien ontwikkelen op dusdanige wijze dat ze uiteindelijk bij de mens uitkomt. En de natuur aanschouwt zichzelf. Nou, bij Hegel zal het niet de natuur zijn die zichzelf aanschouwt, maar zal het de geest zijn die zichzelf aanschouwt. En dan komt de hele gedachte, die fundamenteel is voor de Hegeliaanse benadering, dat die natuur al een veruitwendiging is van de geest. Ja. Een buiten zichzelf treden van de geest. Zoals een mens ook een lichaam heeft, zo heeft eigenlijk God zich veruitwendigd in zijn schepping. Ja, en keert terug naar zichzelf om daar volledig geest te worden. Dat is de Hegeliaanse gedachte. Dus zo gaat hij ook een natuurwetenschap ontwikkelen, waarin de Newton gewoon meedoet en de beschrijvingen van ruimte en tijd en van mechanica, om eigenlijk steeds hoger te gaan. Ja? Een rijkere taal en een overgang te kunnen maken. Ja? En om maar even weer één voorbeeld te geven, om jullie aan het denken te zetten. Kijk. Wanneer we kijken naar de Newtoniaanse bewegingswetten, F is MLA of S is een half AT kwadraat, dat soort. Dus de bewegingswetten van. Die beschrijven eigenlijk de verbinding tussen massa's en lichamen in termen van. Of lichamen in termen van kracht. Ja? Kracht en beweging. Nou is het wonderlijke dat wanneer wij hier boven ons hoofd kijken, ja, zien wij zeker 's nachts alle planeten. Ja. Het fascinerende, en dat heeft Kepler eigenlijk al duidelijk gemaakt, is dat die een bepaalde constante vertonen, de constante van Kepler. Het bijzondere van Newton is dat hij kan laten zien dat de valbeweging hier op aarde in feite dezelfde wetmatigheid kent als die tussen aarde en maan. Ja. Of überhaupt. Ja. Omdat het algemene wetten zijn waarin niet meer een verschil wordt gemaakt tussen aardse realiteit en een buitenaardse of een bovenaardse realiteit. Iets wat Aristoteles nog volop deed. Hè. Of nog Aristoteles volop deed. En in de middeleeuwen ook. Dus je ziet. We komen bij een beschrijving van materie, ja, lichamen en kracht, die zowel hier op aarde geldt als in de hele ruimte. Ja. Maar wat Hegel laat zien, en dat is fascinerend, is, we komen daar en wat zien we? We zien zonnestelsels ontstaan. En hoe verklaren wij nu het zonnestelsel? Je zou kunnen zeggen, ja, dat is een toevalligheid, omdat we de materie in termen van massa als een kracht deze wetten hebben, komen we uit bij zonnestelsels. Het had niet zo hoeven zijn, maar ja, gegeven dat, komen we uit bij deze kosmische orde.
Ja. Dat is hetzelfde wat zo even bij Aristoteles gebeurde. Dat we zeggen, ja, de vorm is eigenlijk, ja, dat is toevallig ten opzichte van de materie en de wetten van die materie. Ja. Wat Hegel zal doen, en dat is deel. Nee, hij noemt de mechanica van het zonnestelsel, hè, met haar elliptische banen. Ja. Die mechanica, daarin ziet hij al eigenlijk iets van een ander soort natuur. Waarin die vorm, namelijk deze beweging, waarin ruimte en tijd op een heel eigen manier tevoorschijn komen, hoort bij wat die natuur ook is. Niet een toevalligheid, maar in zekere zin een hogere vorm van ruimte, tijd en kracht. Dus dat de vorm die ontstaat, ja, niet zomaar iets een bijverschijnsel is, maar eigenlijk een hoger aspect van die natuur. Ja? Zo ontwikkelt hij eigenlijk stap voor stap processen in die natuur als steeds hogere vormen. Ja, waarin uiteindelijk na de chemie het leven gaat ontstaan. En het leven eigenlijk ook weer als zo'n hogere cyclische vorm. Ja. Dus je zou kunnen zeggen wat daar al zichtbaar wordt, hè, in die cirkelbewegingen, is iets van reflectie, maar op een hele uitwendige manier. Ja. De maan die om de aarde draait, is op een bepaalde manier al een natuur waarin er iets terugbuigt steeds. Huh? Nou, die beweging, huh, wordt fundamenteel in het hele Hegeliaanse denken. Van daaruit gaat hij van mechanica ook over naar organica. Het organische. Het ontstaan van wat hij noemt levende natuur. Ja? Waarin eigenlijk ook al zo'n soort reflectie plaatsvindt. Ja? Nou, dat is een. En dan ga ik afsluiten. Dat is een manier van kijken naar. Even grofweg. Naar de natuur waarin de geest niet zomaar van buiten komt en er ook niet buiten staat. Maar behoort tot eigenlijk de aard van die. Goddelijke natuur. Ja? Of God die zich in en door zijn schepping eigenlijk openbaart en bij de mens uitkomt. Nou lijkt dat misschien enorm achterhaald. En zeker wanneer ik Aristoteles er nog eens bij ga halen. Het interessante is dat je de laatste tijd, door toch verschillende, ook hedendaagse biologen ziet, dat men weer opnieuw zeker een waardering krijgt voor het vormprincipe in de sfeer van de biologie. Nou, ik noem hier Dennis Noble, jullie moeten maar eens kijken. Een bioloog die eigenlijk lange tijd ook onderzoek heeft gedaan naar de werking van het hart. En hij keert zich tegen het idee van dat de genen de uiteindelijke grondslag vormen voor de manier waarop het levend organisme zich ontwikkelt. Ja. En met name ook hoe we natuurlijk mens en dier van daaruit gaan begrijpen, vanuit zijn genetische codering. Nou, en een heel bekende gedachte is, we are not our genes are in us. Ja, dus het idee is, het genoom is eigenlijk niet zozeer een blauwdruk of geen code, maar het is eerder een bibliotheek die gebruikt gaat worden door het gehele organisme. Dus de genes are in us. Dus het is niet zo dat de geen, de code is die zich vervolgens in of in ziektes of in de werking van het organisme realiseert. En ziektes worden dan bijvoorbeeld veroorzaakt op het moment dat er een fout in het genoom optreedt. Nee, het is het gehele organisme waardoor ook die ziektes kunnen optreden, maar waar ook op die optimale werking tot stand kan worden gebracht. Ja, en heeft een fascinerend idee dat bijvoorbeeld ook, en ook laten zien, dat het tempo van onze hartslag niet vanuit één plek wordt aangestuurd, maar eigenlijk het hele organisme die ritmiek in zijn geheel bepaalt. Het is maar even heel kort wat ik. En van daaruit komt hij op dat idee dat het geheel eigenlijk hier constitutief is voor de werking van de levende natuur. Ja?
In plaats van dat het uit bouwstenen kan worden begrepen, is het geheel meer dan de delen. Nou, dat is een hele fundamentele gedachte. En dan sluit ik af met mijn eigen spoor. Want als je dat neemt, en dat zie je ook bij die Dennis Noble, en dat zien we tot op zekere hoogte, zoals gezegd, ook bij Hegel en zijn dierbegrip. En dan kun je een plant, een dier en een mens niet zozeer tegenover de wereld zien, maar eigenlijk altijd al meebewegend in die natuur. In dat geheel waarin het thuis hoort en waarin het zich op een bepaalde wijze ontwikkelt. Ja. En zo zou ik eigenlijk ook durven zeggen dat wanneer je kijkt naar de natuurwetenschap zelf in haar praktijk, ja, iets wat ik zo even noemde toen we het hadden over het ontstaan van de moderne fysica en de rol van het experiment daarin, ja, dan is het experiment eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, een manier waarop wij ons verhouden tot de werkelijkheid. Ja. Latour gebruikt dat heel erg in zijn Modes of Existence. De gedachte dat de natuurwetenschappelijke beschrijving niet zozeer het resultaat is alleen maar van een verbeeldingskracht à la Kant, maar ook van eigenlijk het hele netwerk van experimenten. Ja. Ja, een hele keten waarbinnen wij uiteindelijk komen tot een bepaalde meetuitslag. En die keten moeten we meenemen, strikt genomen, in het proces. Dus wanneer we die werkelijkheid beschrijven, dan is eigenlijk al onze hele experimenteeropstelling, maar ook alle andere publicaties waar we op teruggrijpen, zijn eigenlijk al werkzaam in datgene wat wij aan het beschrijven zijn. Ja? Dus tot en met, laten we zeggen, de informatie of de bibliotheken waar we uit putten. Ja. En dat zie je ook wanneer je natuurlijk een wetenschappelijk artikel bekijkt. Dan wordt het hele onderzoeksproces, de experimenteeropstelling, in de vorm van referenties daar waarnaar verwezen wordt, eigenlijk meegenomen, ja, in wat de uiteindelijke betekenis is van de uitslag. Ja. Dus die uitslag van de meting komt tot stand binnen een experimentele opstelling. Ja. Nou, zo kun je, als je één stap verder denkt, zeggen dat de manier waarop wij in de moderne natuurwetenschap onderzoek doen, altijd al in combinatie is, in samenspel is met mechanische apparatuur zelf. Neem maar de klok waarmee we de tijd meten. Ja? Of de meetinstrumenten maken onderdeel uit van de manier waarop de natuur wordt beschreven. Het is niet alleen die verbeelding van Kant, het is ook die mechanische omgeving zelf, ja? Die onderdeel uitmaakt. Ja? En zo kun je, en dat is iets wat ik in mijn komende boek eigenlijk vrij uitvoerig heb beschreven, maar ik zal er nu maar heel kort aan raken. Zo kun je eigenlijk al de overeenkomst zien tussen complexe mechanica, een werking van een auto. Een auto is in feite een geslaagd wetenschappelijk experiment. Je hebt een bepaalde input en een bepaalde output. Ja. Motorcar, ja, motorcar. Ja, auto, dankjewel. Ja, dat is een motorcar. Hè. Maar de motor zelf is ook een geslaagd experiment in die zin dat ze berekenbaar is en herhaalbaar. Daarmee levert ze dus de constante op. Ja. De constante samenhang, een regelmatigheid. Ja. Dus wij creëren een werkelijkheid in die fysica die gericht is op die automatisering, op de mechanische regelmatigheid. Ja. De natuur is voor een deel zo. Ik zeg voor een deel zo. Ja. Maar wij zijn in dit moment in het stadium dat wij door die techniek eigenlijk die automatische regelmatigheid in toenemende mate
ja, tot de, door, ook, ook, je zou kunnen zeggen, de hele werkelijkheid laten bepalen. Inclusief ons eigen gedrag. En wat we via impulsen, input, output, ook proberen, je zou kunnen zeggen, te automatiseren. Ja. En ik denk het fascinerende is, is dat je kan, wanneer ik nu zeg van die natuurwetenschappelijke beschrijving heeft al dit technische aan zich, dan is dat de typische van onze verhouding. Ja. En de vraag die wat mij betreft gesteld zou moeten worden, en daar sluit ik aan bij de fenomenologie, zei het op een iets andere manier, is wat voor soort verhoudingen kunnen wij innemen? Ja? Wat voor soort ervaringen van natuur laten wij toe? Dan kom ik weer terug met hoe ik begonnen was. Is dat alleen die ervaring waarin we de natuur mechanisch duiden en meten en berekenen en voorspelbaar maken en machines kunnen maken? En, ja? Of is dat er ook een waarin wij wellicht die natuur op een andere wijze ook proberen te ontdekken, toegankelijk maken, of proberen te beschrijven wat er eigenlijk speelt wanneer wij leven en in allerlei verhoudingen met elkaar staan. Van mens tot mens, van mens tot dier, van mens tot plant. Ja, wat speelt daar? En is die stap die Descartes zet, ja, die stap van tjak, ja, niet al een, je zou kunnen zeggen, een bepaald soort spel wat gespeeld wordt. Ja, waarin we, of een spel breken, zou je ook nog kunnen zeggen, waarin we breken in, met die, een bepaalde verhouding. En die heeft ons heel veel opgeleverd, natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is dus de vraag. Nou, wat speelt er, hè, wanneer wij lijfelijk in de wereld zijn? Ja. Wat gebeurt daar in de verhouding tot sferisch, tot de dingen om ons heen? Wat gebeurt er in verhouding tot het dier? Wat gebeurt er in verhouding tot de plant? Wat gebeurt er in verhouding tot het landschap? Ja. En kunnen we wat er speelt ook nog op een rijkere manier zichtbaar maken. Ja, en dat is eigenlijk nou ja, voor een deel ook mijn eigen. Ik breng dit jargon in en ik doe het allemaal heel snel en ik zou er over alles nog veel langer kunnen praten, maar ik denk dat dat wel een van de grote vraagstukken wordt voor de komende tijd. En de Duitse idealisten hebben met de Spieltrieb, ja, het spel eigenlijk ook al ingebracht als de tussendomein. Ja. Dat we als wezens, menselijke wezens, altijd dat al in een spel zelf zijn opgenomen. Zelfs al het spel van dag en nacht. Ja, ritmes, waarin wij op een bepaalde manier beantwoorden aan de dingen om ons heen. Beantwoorden zo dat we misschien niet eens doorhebben wat we aan het doen zijn. Dat onze stemming verandert. Dat onze manier van bewegen verandert door in de zomer, in de winter. Ja. Dat er iets speelt waar wij aan beantwoorden op een bepaalde wijze. En het zou kunnen dat die mechanische automatisering, ja, ons eigenlijk ook ongevoelig maakt voor wat er speelt. Ja? Dat we ergens in een, je zou kunnen zeggen, vervreemding gaan verkeren ten opzichte van de wereld om ons heen. En ik denk dat heel de discussie ook nu rond genderdysforie, het ongemak, zelfs over onze elementaire, het spel tussen man en vrouw, om het zomaar te noemen, ja. Dat eigenlijk al indicaties zijn van dat type vervreemding, waarin we inderdaad een soort ego-cogito's worden. Ja? Dat onze lijfelijke bestaan ergens ook wordt ontlijfd, zoals ik in Staat van Verwarring heb. Niet Tijd van Verwarring, maar Staat van Verwarring, dat boek, eigenlijk heb betoogd. Dus die ontlijving ook als een onderdeel van wat er momenteel in onze virtualisering eigenlijk plaatsvindt. Hè? En daarmee is ook aangegeven dat die bezinning op natuur, die is veel groter dan alleen maar een epistemologisch vraagstuk. Het is een vraagstuk naar wie wij ten diepste zelf ook zijn en hoe wij moeten leven. Ja? En wat het goede leven is, om het zomaar te noemen. Goed, daar wou ik het op dit moment bij laten.